AI, een programma die antwoord geeft op elke vraag die jij hebt. Ze kan zelfs een scriptie voor je schrijven. Maar hoe zit het eigenlijk met voeding? Een programma die zegt wat jij moet eten om zo gezond mogelijk door het leven te gaan. Dit moest ik natuurlijk uittesten. Want is dit eenmaal de toekomst? Neemt dit mijn vak over als diëtist? In deze video laat ik zien wat je eet als je door een programma laat sturen en of dit eenmaal klopt. Maar voordat je verder kijkt, vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Zo mis je nooit meer een video. Zojuist de app gedownload en het heet ChatGPT. En als ik daarop druk, kan je dus gelijk een gesprek starten met AI. En wat we natuurlijk willen weten is hoe ik vandaag het gezondst ga doorbrengen met behulp van haar. Dus ja, welke vraag zou ik stellen? Zou ik eerst gewoon doen de hele dag en daarna het ontbijt? Daarna losse dingen, ja. Nee, ik wil denk ik eerst weten wat zij aangeeft wat ik de hele dag zou moeten eten. Of hoe een perfecte dag eruit moet komen te zien. Dus qua indeling met hoeveel tussendoortjes en... Gezondste dag, hoe leef ik mijn gezondste dag? Wat is de perfecte vraag? Hoe eet ik een dag het gezondst? Wow! Wow, tjur, ik krijg echt mega veel uitleg. Wauw. Wow, wat een antwoord. Een gezonde dagelijkse voeding omvat een gebalanceerde inname van verschillende voedingsstoffen. Hier zijn enkele tips om gezond te eten. En dan heeft ze hier 12 tips over eiwitten, koolproducten, gezonde vetten, groente, fruit, portiecontrole, over calorieinname. Dat is echt bizar. Kan gewoon jouw baan overnemen. Ja. Bizar, hè? Maar weet je wat zij er dus onder zegt? En dat vind ik echt heel mooi. Onthoud dat iedereen uniek is. Dus wat voor de een werkt, kan voor de ander verschillen. Het is altijd een goed idee om met een voedingsdeskundige te praten voor persoonlijk advies. Dus het persoonlijke zit hier niet in. Nee, ik ben wel vervangen. Nee, ze geven algemeen advies. Wat nee, ik ben vervangen. Ik ben niet vervangen. Is ze me vervangen? Nee. Nee, want ze verwijst uiteindelijk toch om met een voedingsdeskundige te praten. Er staan dus niet volledige menu's. Nee, dus ik denk dat we wat concreet wat moeten moet zijn. Ik eten om een dag lang gezond te zijn? Nee, wat is het gezondste dagmenu? Nee, maar ik denk dat zij het woord menu ziet als... je kan het proberen. Wat ik zou zeggen, wat moet ik eten? Wat moet ik vandaag eten? Om gezond te zijn. Om gezond te zijn. Ze is aan het nadenken. 12 seconds later. Is dit heel moeilijk? Ja, ze geeft geen antwoord. Daar komt het. Something went wrong. Daar komt het, daar komt het. Oh, jeetje, wat gaat ze hard. Een gezond eetpatroon is gebaseerd op de evenwichtige inname van voedingsstoffen. Hier is een algemeen idee van wat je vandaag kunt eten om gezond te zijn. Nou. Wauw. En dan nog een hele grote tip, hè. Het belangrijkste is om gevarieerd te eten en te zorgen voor voldoende groente, fruit, eiwitten, volle granen en gezonde vetten in je dieet. Nee, geen dieet. We doen niet aan diëten. Eet gewoon dus. Eetpatroon. Portiecontrole is ook essentieel om overmatige calorieinname te voorkomen. Luister naar je lichaam en eet alleen wanneer je honger hebt. Aanvullend advies van een voedingsdeskundige kan ook altijd nuttig zijn. Vooral als je specifieke voedingsbehoeften hebt. You need me. Maar you need me. Nou, leuk! Moet ik dankjewel zeggen? Nou, zeg je dankjewel. Heel eng wat ze nu gaat zeggen. Graag gedaan. Als je nog meer vragen hebt of meer hulp nodig hebt, aarzel dan niet om te vragen. Eet smakelijk en blijf gezond. Oh, stel je voor, hè. Je hebt geen vrienden, dan kan je dit doen. Ja, dat heel ook. Dag. Maar we kijken ook echt veel te veel Marvel, merk ik. Want ik moet nu helemaal denken aan Iron Man, dat hij dus deze persoon gewoon in ja, heeft. Die is scherp, ja. Oké, maar nu gaan we even het allergezondste, perfecte ontbijt vragen. Nadat ze me nu dus eigenlijk alle informatie heeft gegeven over de hele dag. Maar ik wil specifieker zijn. Maar wat ik voor deze video even heel belangrijk vind om te zeggen is... Doe dit niet één op één na. Want ik stel nu de vraag aan AI zo specifiek met het woord gezond. En ik gebruik bepaalde termen om een bepaald antwoord te krijgen van AI. Zoals jullie weten ben ik nooit echt van dit is gezond, dit is ongezond. Want alles past binnen een gezond voedingspatroon. Zoals jullie weten geniet ik ook elke dag. Als je me langer volgt weet je hier gewoon alles over jullie. Dan ken je mij gewoon. Maar mocht je nieuw zijn en denk van waarom gebruik je altijd het woord gezond of ik weet nog niet welke woord ik allemaal ga gebruiken, maar die je misschien een beetje het gevoel kan geven van dit vind ik niet zo chill. Dit doe ik dus puur om het juiste antwoord te krijgen van AI, want het is en blijft natuurlijk een computer, dus ik moet wat specifieker zijn. Dus gezond, ongezond, ik ben er totaal niet van. Alles past binnen een gezond voedingspatroon, dat je dat even weet.
wat is het gezondste? Perfect. Ik zeg perfecte ontbijt om te starten. Ja? Wat is het perfecte ontbijt? Om mee te starten. Om de dag mee te starten. Oeh, wat een goed antwoord. Oh, ik hou hiervan. Zie je, zij geeft nu ook al aan dat ik niet de juiste woorden gebruik, waar ik ook dus echt niet van ben. Maar ik had niet verwacht dat ze zo slim zou zijn. Ik vind het een beetje eng worden. Er is geen perfect ontbijt dat voor iedereen geschikt is, omdat individuele behoeften en smaken variëren. Maar een ideaal ontbijt zou over het algemeen de volgende elementen moeten bevatten. Ideaal ontbijt, dat klinkt ook wel wat beter. Waarom moest ik perfect zeggen, Jur? Nou, dan zeg je ideaal ontbijt. Maar wat geeft ze aan? Oh, maar nu geeft hij weer aan eiwitten, vezels, gezonde vetten, groente, fruit. Zo. Oh, dus geen voorbeeld. Ja, dus ze geeft hier eerst informatie erover en daarna een voorbeeld van gezond ontbijt zou kunnen zijn. Kom havermout met gesneden banaan, een handvol amandelen en een scheutje honing. Een kopje groene thee en een glas water. Dit is slechts een suggestie. Je kunt variëren afhankelijk van de voorkeur en dieetbehoefte. Belangrijk is om te luisteren naar je lichaam en te kiezen voor voedingsmiddelen die je energie geven en je tevreden stellen tot de volgende maaltijd. Oh, dat is mijn nieuwe beste vriendin. Ik ga denk ik gewoon voor het dagmenu. Ik moet even naar de supermarkt. Kijk eens! En pruimpje. En avocado. Chef Kokumi. Bleekselderij. Hummus. Hoe erg ik van stem verander als ik met haar praat. Als je een hond hebt, dan ken je het wel. Worteltjes. Ik heb in plaats van tofu gekozen voor kip. Want 1, hij was 35%. 2, ik heb al even geen kip meer op. Ananas. Lactosevrije Griekse kwark. Yoghurt. Griekse yoghurt. Doosje blauwe bes. Framboos. De rest van alle ingrediënten die heb ik al. Zoals de meeste van jullie wel weten, haal ik altijd mijn groenten en fruit van de markt. Maar daar hadden we nu helaas geen tijd voor. Dus ik heb nu even snel van de supermarkt gehaald. Maaltijd nummer 1 volgens AI. Ik blijf er wel gewoon lekker water bij drinken. Want dat heeft AI mij niet verteld. Hoeveel ik moet drinken. Misschien dat ik dat haar zo ook nog even ga vragen. Maar gemiddeld hebben we natuurlijk minimaal 2 liter water nodig. Dus ik hou deze er gewoon lekker bij. Ik vind het echt een zalig ontbijt. Alles wat ik nodig heb om de dag echt goed te starten. Dus ik vind het echt top ontbijt. En wat zit jij weer naast mij te eten? Een appelflap. Lekker hè? De appelflap van de supermarkt. Hap. Verschil moeten wezen. Next meal. Mijn bes is nog een beetje koud. Oh, koud. Yeah. Heel koud. Ik had het even moeten laten ontdooien. Het is wel ontdooid, maar de kou zit er nog in. Voilà, een overheerlijke AI-salade. Ik heb dus die dressing niet gevonden in de supermarkt. Dus ik dacht, maak gewoon lekker zelf eentje. Van vegan mayo en witte wijnazijn. En ik heb er wat kruiden doorheen gegooid om een lekkere smaak ervan te maken. Dit ziet er echt heerlijk uit. Ik heb mijn bidon weer helemaal gevuld. Taste test. Oh, ik heb er trouwens ook nog wat, hoe heet het ook weer? Ik vergeet de naam elke keer van die blaadjes opleggen. Tillen. Ik heb er nog wat tillen opgelegd. En goed om te weten, in plaats van bruine of volkoren rijst heb ik jasmijnrijst gebruikt. Normaal heb ik het altijd in huis, maar nu helaas niet. Ik heb me er even in vergist, maar jasmijnrijst is ook echt heel lekker. Maar deze smaakcombinatie is echt top.
Betreft de voedingswaarde is het echt een topcombinatie. Er zitten goede eiwitten in, verrijkte koolhydraten. Ik mis alleen wel een paar vezels in verband met wat ik nu heb gekozen voor jasmijn rijst. Maar er zitten ook vezels natuurlijk in de groenten. Je haalt sowieso hier al een grote portie groenten uit voor deze dag. Dus dat is gewoon heel fijn als je dat al halverwege de dag natuurlijk binnenkrijgt. Zodat je daar aan het einde van de dag niet meer zo druk om hoeft te maken. Qua vetgehalte is dit niet heel hoog. Qua portiegrootte ligt natuurlijk helemaal aan jou hoeveel jouw lichaam nodig heeft. Ik had voor ons beiden in totaal 150 gram rijst. Ik heb niet alles opgeschept. Ik heb nog een heel klein beetje over. Ik denk dat dit ongeveer rond de 60 gram rijst is. Omdat je natuurlijk ook nog de volume hebt van de groenten erbij. Ik ben trouwens heel erg benieuwd of meerdere mensen van jullie dit programma gebruiken voor antwoorden. Ik heb wel eens vernomen dat mensen dit programma sowieso gebruiken voor school, maar ook om via deze manier bekend te worden op social media met wat je precies moet doen, wat de perfecte strategieën zijn of weet ik veel wat dat ding allemaal aangeeft. Dingen voor je schrijven. Dingen voor je schrijven. Wetenschappelijk laten schrijven, ook dat nog eens. Dus je kan het programma echt voor heel veel dingen gebruiken, maar één ding, je wordt er wel echt lui van. Je gaat minder snel zelf onderzoek doen. Dus ergens is het programma wel handig. Voor als je even snel ergens een antwoord op wil. Laat je niet voor altijd leiden in het leven door zo'n programma. Dat sowieso niet. Het is wel een oplossing voor vele dingen. Maar laat je het je niet begeleiden. Zorg er niet voor dat dat antwoord gaat geven op jouw relatiedingen, problemen. Of antwoorden over een bepaalde ziekte zoals bij mij met reuma. Ik zou nu heel graag willen typen van wat is het beste medicijn voor reuma. Maar die is er natuurlijk niet. Dus zo'n ding kan je daar natuurlijk ook geen antwoord op geven. Ook niet psychisch. Psychisch zoek altijd hulp bij een deskundige die hiervoor heeft gestudeerd. Die zich helemaal kan inleven in jouw situatie. En net zoals wil je antwoorden op vragen die je hebt over een bepaald doel die je hebt. Bepaald ding in jouw leven zoals een eetstoornis of wil je graag afvallen of aankomen. Zoek dan altijd hulp bij een deskundige. Iemand die hier meer over weet. Iemand die jou helemaal persoonlijk kan helpen hiermee. En natuurlijk kan je een paar tips hiervan krijgen. Maar het neemt het niet over. Tijd voor een mega gezonde snack. Mijn portie groenten heb ik echt nu helemaal voor de rest van de dag al binnen. Gezonde vetten en lekker hummus om in te dippen. Het geeft je even een vol gevoel. Goede vitamines en mineralen. Vetten uit een van de gezondste noten, de walnoot. Hierna even lekker trainen. Meestal neem ik voor het trainen echt een koolhydraatrijke snack. Maar ik ben benieuwd, want ik ben echt gehecht aan mijn pre-workout shake. Of om er een uurtje van tevoren even een koolhydraatrijke maaltijd in te gooien. Hier zitten ook wel wat calorieën. Maar als je ergens aan bent gewend, kan het wat anders aanvoelen. Ik ben net terug van het trainen en ik moet heel eerlijk zeggen, in het begin voelde het heel raar dat, ja ik weet niet, ik had wel energie, maar ik voelde me leger door het tussendoortje wat ik had. Ik weet niet, ik voelde me gewoon een beetje anders. Oh, die moet ik wel even vullen. Ik heb verder heel goed getraind. Ik had echt verwacht dat, normaal neem ik natuurlijk een super koolhydraatrijk tussendoortje of maaltijd, niet ver van mijn trainen. Ik had nu echt verwacht van, nou, ik ga sowieso een energiedip krijgen of zo. Maar dat had ik echt totaal niet. Dus ik ben nu eigenlijk achtergekomen dat het gevoel dat ik heb voor wat ik moet eten voor het trainen, niet altijd zo hoeft te zijn. Als je iets natuurlijk vaker doet, wordt het een gewoonte. En dan word je, ja, dan ga je natuurlijk denken van, ik heb dat nodig voor het trainen. En ik word over het algemeen best wel gauw licht in mijn hoofd. Maar ik heb nu zelfs niet gegapen of zo. Ik heb geen energiedip gehad, niks. Dus ik voelde me echt goed. Ik vind het wel heel leuk dat ik daar nu achter ben gekomen. Ja, ik heb gewoon een mega intense leg day gehad. Echt, mijn bil is nog helemaal aan het burnen nu. En ondertussen is Jur voor mij een super lekkere maaltijd aan het maken. Oh, en het is al klaar. Oh, dat ziet er echt heel lekker uit. Maaltijd nummer 3. Ik heb hier zoete aardappelfriet, spersieboontjes en een super lekkere zalm. Jur kan dit zo lekker maken. Maar wat ik wel merk is dat ik na het trainen nu wel echt veel meer trek had of heb dan normaal. Maar dat is natuurlijk logisch als ik normaal een koolhydraatrijkere maaltijd neem. Oh, daar gaan jullie. Dus deze maaltijd komt nu echt als geroepen. Ik wist niet wat ik kon verwachten. Totaal niet. Maar ik voel me wel echt fit door het eten wat ik eet. Onbewust wel. Ik eet elke dag gezond. Ik eet elke dag lekkere dingen. Maar ja, ik ben er vandaag wel echt nu heel erg bewust mee bezig. Dus ik ben het heel erg aan het ervaren. En ik ben helemaal aan het opletten hoe ik me voel. Dus dan ben je heel erg bewust van alles. Maar ik voel me echt lekker.
Wat trouwens ineens in mij opkomt. Normaal neem ik altijd een recovery gel na het trainen van mijn protein. En die vind ik echt zo fijn. Dat is wel echt iets wat bij mij dat gevoel eigenlijk altijd weghaalt na het trainen. Dat ik een dip krijg of super erg veel neiging heb naar een maaltijd, zeg maar. Die ik wel zou nemen nog na zo'n gel. Maar niet dat ik met honger op de fiets zit, zeg maar. Wat niet zo chill is. Ik vind het niet zo chill. Dus met die recovery gel geef ik mezelf altijd wel even weer wat energie na het trainen. Eiwitten. En goede elementen die mijn lichaam op dat moment nodig heeft. Waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, is hoe ik vandaag ben uitgekomen. We zijn nog niet klaar. Hoe ik vandaag ga uitkomen met mijn eiwitten. Überhaupt met alles. Ik ga het zo meteen allemaal in de app invoeren. En dan ga ik het hieronder in de beschrijving zetten. Laat me dan trouwens ook sowieso even gelijk weten wat je van deze video vond. En, last but not least, ik vind AI echt super leuk. Misschien dat ik hierna ook nog een ander soort video met AI kan opnemen. Dus laat hieronder in de comments jullie ideeën achter wat ik de volgende keer moet gaan vragen in een video. Aan AI. Ik heb wel een paar ideeën, maar ik ben heel erg benieuwd waar jullie aan denken. Tijd voor mijn snack. Ananas. Ik heb even een kant-en-klaar bakje gekocht, jongens. Ik ben niet naar de markt gegaan. I know, het is heel erg uit zo'n bakje. Maar ik had hier zoveel trek in. Ik heb wel verse pruimen gehaald, dat wel. Maar de ananas, die hadden ze niet meer. Dus ik moet hem maar even hieruit halen. En wat is het donker. Het begint alweer heel vroeg donker te worden. Ik ben echt zo'n typische Hollander. Die je daar weer over hoort wanneer het moment zover is. De laatste snack, en dat is weer lekker fruit. Dit is 270 gram ananas. Dus ik ga de helft eten. Jongens, ik kan echt niet wachten totdat we in ons nieuwe huis zitten. Ik ga jullie daar binnenkort meer over vertellen. Maar dan heb ik veel meer spots waar ik lekker kan zitten. Nu zien jullie heel de tijd dezelfde achtergrond. Maar de rest van het huis is echt chaos. Ik kan niet eens meer op de bank zitten. Er ligt allemaal kleding op. Hier aan de werktafel, it is. Oh, kijk nou wat een sorry, guys. It's my house. It's a mess. Because we're moving. Oeh, koud. Het was een blauwe bes. Zoals velen van jullie weten, tel ik nooit mijn calorieën, macro's. Ik hou me daar totaal niet mee bezig, omdat ik echt weet wat mijn lichaam nodig heeft op dit moment. Ik focus me echt op het luisteren naar mijn lichaam. En ja, natuurlijk met mijn kennis als diëtist weet ik natuurlijk ook wel wat mijn lichaam over het algemeen nodig heeft. Maar ik focus me daar dus echt totaal niet op. Dus mocht je dit willen weten, hieronder in de beschrijving zet ik het voor de mensen die het graag willen weten. Ik voel me verder helemaal fit. Alle maaltijden van vandaag heb ik genomen in de portiegroottes die ik zelf ook altijd neem. Dus over het algemeen kom ik natuurlijk wel uit op de voedingswaarde die mijn lichaam nodig heeft. Maar qua voedingskeuzes was het natuurlijk veel specifieker op wat AI heeft verteld wat ik vandaag moest eten. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal mocht je niks meer van me willen missen. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!